het afgelopen jaar is er echt heel veel gebeurd. Voor een deel ook net door Rabo Next Stage. En ik denk, ja, een stukje professionalisering. Dus dat je gewoon door middel van coaching meer gaat beseffen hoe je het meeste uit je set kan halen bijvoorbeeld. We hebben deels gekeken naar wat een pad is voor haar om uit te zetten. Dat gaat enerzijds over dingen als van oké, ze gaat een EP uitbrengen. Bij welke platenmaatschappij kan dat? Hoe leggen we daar contacten in? En anderzijds ook verder ingegaan op de muziek. En dan ook vooral hoe het live gebracht kan worden. Wat ik dit jaar echt aan Rabo Next Stage heb overgehouden is denk ik het belang inderdaad van social media. En ook wel de muziekindustrie, dat je je niet moet laten afleiden door denken dat alle andere mensen belangrijker zijn. Dus managers, labels, het gaat wel echt om de muziek. Pilotjaar bij Rabo Next Stage kreeg je iets van 10 aanmeldingen of zo. In het tweede jaar echt iets van 38. Dus het was gelijk een hele grote berg waaruit we konden kiezen van allemaal hele toffe acts. Maar Robin had wel iets getriggerd in ons. Ja. Er was gewoon iets van een oude ziel die te horen was in de muziek van Robin. Ik raad zeker jonge muzikanten aan om zich in te schrijven voor het Rabo Next Stage traject. En wat bij dit traject echt heel fijn is, is dat het is niet een competitie. Je gaat niet uiteindelijk winnen van de andere geselecteerden. Nee, je wordt geselecteerd en dat is dan in die zin de winst. En daarna heb je gewoon een mooi coachingstraject en kun je gewoon gaan ontwikkelen. Talentontwikkeling is natuurlijk zoiets waardevols voor iedereen. Maar helemaal ook voor de stad Utrecht, waar zoveel talent is. Maar ja, je hebt daar gewoon ook hulp bij nodig. Je moet daar ook als act wel echt alles uit willen halen. En dan, dan zie je zoals bij Inkt en bij Robin wat dat allemaal kan opleveren. In dit geval dus een gekke show op 2 juni in Tivoli-Vredenburg.